We zijn hier op de bouwlocatie van de nieuwe verkeersleidingspost Utrecht. Deze verkeersleidingspost wordt hier gebouwd om ervoor te zorgen dat in ieder geval het toenemende treinverkeer in goede banen geleid kan worden. Maar ook de huidige post staat nu in het ontruimingsgebied. En die wordt daar nu uitgehaald, zodat als er calamiteiten zijn, het treinverkeer zo goed als mogelijk vanaf deze locatie verder georganiseerd kan worden. Zijn we hier bezig met een uitbouw van het hele kantoorgedeelte van de NVLU. Het gebouw bestaat voornamelijk uit een staalconstructie. En daar zijn we nu de spant aan het hijsen en aan het monteren. De spant is een samengestelde staalconstructie met liggers en scoren en dwarsbalken. En die moeten zo stijf zijn dat ze dadelijk heel de vloer, de uitkraging van het hele kantoorgedeelte kunnen dragen. Nou, hoe wordt de spant gehezen? Die komt aan op een oplegger vrachtwagen. De spant blijft in de kraan hangen, net zo lang totdat alles is gemonteerd en vastgebouwd. Dan pas wordt die losgelaten en pakken we het volgende spant. Er gaan geen vingers tussen zitten, want alles past precies op elkaar. Elk boutje, elk gaatje, elk moertje. Met de bouw van deze post denken we ook aan duurzaamheid. En dat komt onder meer tot uiting in de zonnecellen die we op het dak zetten. En wat verder nog maatregelen zijn, is dat de hybride koelmachines komen. We zorgen ervoor dat er driedubbel glas komt. Dus eigenlijk gaan we wel mee met de nieuwste technieken die er zijn. We zijn gestart in maart met het heiwerk. Palen geboord in de grond. Daarna de begaande grondvloer. We zijn in week 20, dus begin april, gestart met de staalconstructie. We zijn nu op de tweede verdieping en een stukje derde verdieping overkraging. En we hopen in ieder geval voor de zomervakantie, binnen een week of twee, klaar te zijn met heel de constructie. Utrecht heeft het absoluut nodig. Zoals je ziet gebeurt er heel veel nu om en rondom Utrecht. Ze zijn bezig met het doorstroomstation Utrecht. Ze zijn bezig met het plaatsen van een nieuwe OV-terminal. En dat is allemaal gebaseerd op de groei dat we straks 100 miljoen reizigers per jaar hier zullen faciliteren. En daar dragen wij ook een steentje aan bij met deze nieuwe verkeersleidingspost.